Voor de 8e keer tegen elkaar, Go Ahead Eagles en Jong PSV. Slechts één keer won de ploeg uit Deventer, dat in de eerste helft wel kansjes krijgt. Dit de grootste voor Navratil. Maar uiteindelijk werpt Teunissen de bal nog voor de doellijn weg. Go Ahead Eagles speelt met rouwbanden vanwege het overlijden van een medewerker van de club. Hier is Martijn Bedde, voormalig PSV. Blijft knap aan de bal. Van de Venne schuift hem naast. En zo geen doelpunten in de eerste helft. En dat tegen de slechtste van alle jongploegen in de keukenkampioendivisie. Want dat is Jong PSV. Mike van der Meulhof gaat hier in de fout. Doelpunt van Martijn Bedde. Die viert het. Dan hoort het fluitsignaal van scheidsrechter Van der Laan niet. En dus wordt de doelman van Jong PSV gered. Zoals hier ook de scheidsrechter Go Ahead Eagles niet echt gewillig is. Van der Venne probeert het dan nog. Terwijl de helft van zijn ploeggenoten protesteert. Vanwege een potentiële handsbal. Maar bij nadere bestudering van de beelden valt goed te begrijpen dat hier geen penalty voor wordt gegeven. Weer een corner voor Go Ahead Eagles. Dat drukt, aanvalt en probeert Jong PSV te kloppen. Voorzet van Cor Bos en daar is Liefdink. En dit is een prachtig doelpunt van Elmo Liefdink. Zijn zesde van het seizoen. En voor de vijfde keer maakt hij de 1-0 voor Go Ahead. Belangrijke doelpunten in zijn beste seizoen wat betreft het maken van doelpunten. 6 goals voor een verdediger aan ex-middenvelder. Dat is een zeer behoorlijk aantal. Veldmaten gaat hier in de fout en Sidibé profiteert. En zo staat het heel snel naar de 1-0 alweer 1-1. Ketsen van je welste natuurlijk. En de Belg profiteert daar dankbaar van. Go Ahead speelt dus heel vaak gelijk. Al 6 keer 1-1 dit seizoen. En daar dreigt het nu ook op uit te draaien. Als de kopbal van Bliek ook nog eens naast gaat. En inderdaad, Go Ahead Eagles Jong PSV 1-1.